In deze aflevering van Hardware Info TV, de nieuwe iMac 2012 27 inch. Welkom bij Hardware Info TV. Kort geleden hadden we al de nieuwe iMac 21,5 inch hier in de studio staan. Inmiddels is zijn grotere broer ook gearriveerd, de nieuwe iMac 27 inch. En ook dit apparaat valt meteen op vanwege dat nieuwe ontwerp, waardoor die echt flinterdun lijkt. Lijkt als je, zou ik zeggen, vanuit een gunstige hoek vanuit de zijkant kijkt. Hè? Ja. Want als je hem echt helemaal zo recht voor je neus neerzet, zo, dan zie je wel hoe diep die is. Ik heb zelf, als je hem uit een net iets verkeerde hoek bekijkt, heb ik zelfs een klein beetje het gevoel dat ik naar een ouderwetse televisie zit te kijken. Zo ouderwetse beeldbuis. Ja, ja. Maar hoe dan ook, het design is opnieuw hartstikke mooi. Ja. Uiteraard weer van aluminium gemaakt, geen plastic. Ding ziet er goed uit. Ja, het is het, en wat natuurlijk het plaatje is van dit apparaat, is het beeldscherm wat erop zit. Een 27 inch, 2560, 1440 scherm, IPS. Minder glimmend dan de vorige editie. Maar gelukkig. Gelukkig, maar dat was op zich was het al een heel goed scherm. Het is in principe technisch gezien gewoon precies hetzelfde LG-scherm als wat in de vorige generatie zit. Ook wat in die high-end Z1 Workstation van HP wordt toegepast. Ja. Een van de beste 27 inch schermen die je op dit moment kunt aanschaffen. Ja, en je ziet hier nog een keer wat nou dat voordeel is van die 2560 bij 1440 resolutie. Je kunt gewoon prima twee websites naast elkaar zetten en je houdt eigenlijk nog ruimte over voor andere programma's. Ja, ook als je bijvoorbeeld video aan het bewerken bent, dan heb je ook nog voldoende ruimte over om bijvoorbeeld de controls ernaast te kunnen gebruiken en nog een full HD-scherm tegelijkertijd te kunnen zien. Ja, sterker nog, als je video aan het bewerken bent, je kunt zelfs full HD in een window kijken en alsnog alle pixels zien. Dus technisch gezien gewoon een heel mooi apparaat. Nou, zou ik zeggen, de extra ruimte die in deze versie ten opzichte van die andere zit, heeft Apple ook toegepast. Ja. Dat betekent dat je dus wat extra fysieke ruimte bedoel je? Ja, fysieke ruimte. Je ziet het ook wel, hij is wat dieper. Dat betekent ook dat je dat er ook wat meer in zit. Er zit in dit geval, dit is de wat duurdere uitvoering van de 27 inch iMac. Ze hebben er twee van. Eentje die rond de 1900 euro kost en deze die tegen de 2100 euro aan hikt. Ja. Dit is dus de wat duurdere uitvoering. Daar zit dus een Core i5 3470 in. Nou, die is een tikje sneller dan de Core i5's die je terugvindt in de 21,5 inch versie. Ja. Er zit ook een 3,5 inch in plaats van een 2,5 inch harde schijf in. Nou, die is een tikje sneller. Nou, ik moet wel zeggen van ja, als je voor dit geld gaat uitgeven, ja, dan wil je misschien toch wel naar zo'n Fusion Drive gaan. Laat eerlijk zijn, je gaat geen computer van 2000 euro zonder SSD kopen, met toch in 2013. Je kan alleen een grote SSD hiervoor aanschaffen. Ze hebben ook kleinere, maar die worden eigenlijk alleen maar in de MacBook Pro's gebruikt. Die SSD is 768 gigabyte groot, bedoel ik. Ja. En die kost zo'n 1400 euro, dus dat is een hele klap geld. Dus ja, dan is maar dat betekent dus concreet dat je eigenlijk alleen maar, tenzij die 1400 euro wil gaan uitgeven, kunt kiezen voor zo'n Fusion Drive. En dat is een combinatie van een relatief kleine SSD met een harde schijf, waar Apple dan wat software omheen heeft ontwikkeld, waardoor die SSD eigenlijk als buffer, als cache voor die harde schijf gaat fungeren. Ja, en dat werkt op een vrij intelligente manier, hebben ze ons gezegd. We hebben het helaas nog niet kunnen testen. We hadden gehoopt dat het sample wat we zouden krijgen, dat hij daarmee uitgerust zou zijn. Ja. Maar helaas, hij heeft het niet, dus we hebben het nog niet kunnen bekijken. Het klinkt als een heel mooi verhaal in ieder geval. Ja, wat je leest is dat ze altijd op die SSD voldoende lege ruimte overhouden, dat in ieder geval alle schrijfopdrachten eigenlijk vrijwel altijd op die SSD kunnen gebeuren. Dus als je datum aan het wegschrijven, dat het altijd op SSD-snelheid gaat. En dan probeer een beetje te voorspellen welke data je nodig hebt om zoveel mogelijk leesopdrachten ook van die SSD te kunnen doen. Ja, dus ook de meest gebruikte bestanden en meest gebruikte programma's, die staan dan ook op die SSD. Ja. Het is een heel mooi ding, maar wel relatief duur. Maar goed, kijk, aan de andere kant, je kan hier natuurlijk ook gewoon extern een SSD op aansluiten. Er zitten twee Thunderbolt-aansluitingen op. En daar zou je bijvoorbeeld die producten van Promise op kunnen aansluiten, die we ook laatst in de studio hadden. Ja. Dus is het gewoon jammer dat je niet gewoon een 256 gig SSD kunt krijgen. Het nadeel van dit soort apparaten is wel, ze zijn niet heel makkelijk open te maken. Deze heeft wel als voordeel ten opzichte van de 21,5 inch versie dat je heel makkelijk bij de geheugenbedoelers kan komen. Ja. In de 21,5 inch versie die heeft twee SO-DIMM slots erop zitten, maar dan moet je eigenlijk helemaal open. Nou, dat is best wel een kawaii. Dan moet je echt van dat glaszetters gereedschap heb je dan nodig, van die zuignappen. En dat zijn de geleerden trouwens nu niet helemaal over eens of dat nou garantietechnisch wel of niet mag. Ik ga ervan uit als je het verneukt dat het niet goed is. Nee. Als je kijkt naar deze, hier zit achterop zit er een klein klepje. Dat zit een
palletje net onder het de aansluiting voor de voedingskabel. Als je daar drukt, klapt het klepje open en daar zit een heel interessant mechanisme waarmee je dus die geheugenmodules kan toevoegen of kunt verwijderen. En ja. Deze heeft 4 geheugenslots, dus ja, je kan in principe hier eenvoudig 32 gigabyte werkgeheugen in stoppen. Want 2 van die geheugenslots zijn standaard in gebruik, je hebt er sowieso dus 2 vrij. Ja. Nou, maar dat betekent dus wel, ook bij deze iMac, eigenlijk mogen we zeggen, geheugen upgraden kan. Ja. De rest kan misschien theoretisch, maar in de praktijk eigenlijk gewoon niet. Nee, dan moet je echt wel heel erg zeker zijn van je zaak als je dat wil gaan doen. Nou, wat ook heel interessant is, kijk, als je kijkt naar de techniek van dit apparaat, we hadden net al eventjes over de processor die erin zit. Ja. Er zit ook een wat krachtige videokaart in. Ze beginnen bij een GTX 660 voor deze. Maar je kan dus, er zit er ook, in dit geval zit er dan een GTX 675 in. Dat is zo'n Kepler-gebaseerd ding en je kan ook doorgroeien naar een GTX 680. Ja. En uiteindelijk het mobiele variant. Ja, mobiele zit een variant. Notebook videokaart in. Ja. En nou, die GTX 675 moet je een beetje vergelijken met een Radeon 7850 ongeveer. Nou, dat vind ik echt best wel een behoorlijke videokaart. Ja. Dat betekent dus ook een desktop 7850. Ja, ja, dus je kan hier dus best behoorlijk mee gamen met dit apparaat. Als je dat zou willen. Zeker als je ook nog dat stapje doorgaat naar die Z680. Dus dat is ook best wel interessant. Ja, maar laat eerlijk zijn, je zei al €1900 of €2200 voor deze luxere versie. Ja. En eigenlijk wil je daar dus wel zo'n Fusion Drive bij. Ja. Of nog extern investeren in een SSD. Dus op €2500 zit je zo. Ja, ja, dat klopt. Maar ja, aan de andere kant, je krijgt er wel een hele mooie, slanke oplossing mee in handen, die ook nog vrij krachtig is. Ja. En er is niet heel veel vergelijkbaar materiaal in de markt op dit moment. Omdat de fabrikanten van Windows PC's durven het eigenlijk nog altijd niet aan om qua design of qua materialen te kiezen voor dit soort duurdere oplossingen. Ja, dat klopt. En ook vaak zijn dat ook nog Full HD-apparaten. En ook als je kijkt naar de specificaties, komen ze ook vaak niet in de buurt van dit product. Ja, wat ik me wel een beetje afvraag, wereld gaat natuurlijk naar touch. De kans is natuurlijk groot dat in de volgende versie van macOS touch ook naar de desktop komt en ga je het niet over een jaar eigenlijk doodzonde vinden dat je een dure iMac zonder touchscreen hebt gekocht. Nou ja, dat is meestal met Apple-producten zo en ook met de meeste andere PC-producten. Als je iets moois hebt gekocht en er komt een opvolger aan, dat je dan graag weer de volgende wil hebben. Ja. Maar aan de andere kant, ja kijk, als je op dit moment een all-in-one computer wil hebben die stijlvol is, die echt gewoon goed gespekt is, ja, is dit wel een hele mooie oplossing. Nou, uitgebreide review van de nieuwe 70-inch iMac vind je spoedig op de site en inmiddels vind je er ook al alle testresultaten van deze machine. Dit was Hard Info TV voor vandaag. We zijn er iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Smart eigenlijk heeft geprobeerd om hem, ja, ik zou bijna zeggen, een zo goedkoop mogelijke goede x86 Windows 8 tablet te maken. Ja. Want als je kijkt naar die processor, bedoel, hij heet Atom, maar eigenlijk is het een compleet ander type chip dan vroeger. De bestaande Atoms, ja, die leken